Waar we staan, dat is het bondsgebouw van Yarikabam. Eens heeft het zijn glorietijd gehad, maar nu staat hij hier te verrotten. En er zijn buurtbewoners, onder aanvoering van de heer Henry Lumsden, die handtekeningen heeft verzameld op verschillende plaatsen, bij verschillende personen, alleen om er kracht achter te zetten dat dit, wat vrij domein is, ofschoon er 35 aanvragen hierop lopen nu om het terrein hier te krijgen en het gebouw, zijn de buurtbewoners die zich nu verzameld hebben om dit te krijgen voor de scholieren van de buurt. De leerlingen maken thans gebruik van het sportveld van FAI, maar hier is er braakterrein. Het school staat er vlak hiernaast. Waarom zou dit dan niet omgetoverd of gemaakt worden tot een sportveld waar niet alleen de kinderen gebruik van kunnen maken, maar ook de volwassenen die in de middaguren of in de avonduren gaan joggen of aan andere takken van sport doen. Dat is de oproep die de heren Henry Lumsden, meheer Lutjen Singh en mevrouw Asha Ramsoek doen. Ze doen dit niet voor hunzelf, maar ze doen dit voor de gemeenschap van Yarikabam hier. En vragen aan de verschillende instanties aan wie zij toch wel verschillende brieven hebben gericht, om daar nu toch antwoord op te geven, zodat hier toch in de boezem van de gemeenschap kan komen. Zoals ik het zei, we staan er hier onder het bondsgebouw van Yarikabam, die nu op instorten staat. En de gemeenschap van Yarikabam wil dit in eigen boezem, om er hier een sportveld van te maken. Cameraman Karen Saktu legde de volgende beelden vast en we voeren u naar dit verslag. Heer Henry Lumsden en meheer Lutjen Singh, waar staan we hier? We staan hier op Yarikabam. Het is Bananenweg. Bakulve Bananenweg. En welk gebouw staat er hier? Voorheen, in de 80, 90 jaren, was dit Yarikabam Werknemersbond gebouw die hier enkele vergadering onder leiding van meneer Diwan Sital. En meneer Lumsden, waarom heeft u ons laten komen? Meneer Ganesh, als eerste wil ik u groeten. Ten tweede wil ik zeggen met u, wij hebben heel veel problemen hier in het resort Yarikabam. Vooral in het wooncentrum Yarikabam. En waarom heb ik vandaag u gebeld om naar hier toe te komen om al die problemen te kijken? Want er zijn zoveel problemen hier dat op Yarikabam moet realiseren en er wordt niks gedaan. En ik ben komen praten net als een RR-lid en ik ben ook komen praten namens het gemeenschap van Yarikabam. En dan heb ik ook zoveel stukken ook gemaakt. En ik heb die stukken al ook geleverd bij de verschillende ministeries. En die ministeries hebben nooit op ons gereageerd. En al die bouwstukken heb ik bij mij. Vooral het stukken van het perceel hier. Wij hebben het in het bedrijf Zeurland gewerkt jarenlang. Mijn vader heeft 40 jaar dienstjaar gewerkt en mijn moeder heeft 35 dienstjaar. Ik zelf heb 20 dienstjaar hier gewerkt in het bedrijf. En deze gebouw is gemaakt door het contributiegeld van het arbeiders van Zeurland. En deze stukje terrein is het van het overheid. Als het ware, het is een vrije domein. Er zijn precies exact, ik ben naar het domeinkantoor gegaan voor het onderzoek op wie zijn naam deze perceel is. Heb ik precies kunnen weten dat het een vrije domein is. Er zijn ook 35 aanvragen voor deze perceel. Maar er wordt hier niks gedaan. Toen Zeurland ging draaien, was het goed. Maar vanaf Zeurland is kapot geworden, zijn we buiten het bedrijf. Wij zijn op een andere werkzaamheden gaan doen. En vanaf die dag is deze perceel toch helemaal met dichtgegroeid onkruid. En dan hebben wij dus zelf net gezien, zelf kinderen wilden niet naar school gaan. Omdat ze waren bang dat een hele grote bos hier waren. Er waren hier twee zwerver, nog dieven kwamen hier. Ze komen hier drugs gebruiken. Door mee te doen heb ik veel moeite gedaan met de politie en met de DC. Komt het geen enkele oplossing.
Vanaf 2015 ben ik gekozen RR-lid geworden, ben ik gaan vechten met de hele situatie. Vanaf 16 hebben de DC heeft een graafmachine hier gezet om te laten schoonmaken. Er waren hoge grote bomen, meer dan deze gebouw. Vooral vlak hierachter. En dan heeft de operator al die bomen daar in de goot geperst met deze machine. Nu is die perceel schoon geworden. Wij hier op Yarikaba willen dat deze perceel moet in de handen van de schoolkinderen komen. Want de kinderen hebben geen enkele veld of miniveld of wat dan ook om te gaan gimmen. Nog het gemeenschap. En dan heb ik ook handtekening verzameld dat er moet deze perceel naar de gemeenschap toekomen. Ik heb ook handtekeningen laten verzamelen en deze handtekeningen zijn de scholen. Ik heb 13 RR-lieden. Ik heb 15 leerkrachten van OS Yarikaba. Ik heb 15 leerkrachten van OS Uitkijk. Ik heb 4 politiemensen. Ik heb 17 brandweermensen van Yarikaba. 16 leerkrachten van OS Pomona. Ik heb 2 Amerikanen. 16 leerkrachten van OS Debi Sahai, dat is Milo. 11 leerkrachten van Debi Sahai, dat is lagere school. En 2 zuster, totaal is er 137. Dan heb ik 248 hoogwaardig geklede in het resort. In totaal is 384 handtekeningen heb ik verzameld. En dan heb ik ook handtekeningen laten verzamelen bij het gemeenschap in het resort Yarikaba. Dat is exact, moet ik je zeggen, dat is 775 leerlingen, 175 hoogwaardig gekleed weer in het resort en 1600 arbeiders van Zeurland. Deze mensen zijn akkoord op deze perceel op de naam van de kinderen te komen, omdat we hebben ook niks hier in het resort om sportactiviteiten te doen. Maar er reageert niemand bij ons. En dan heb ik een rapport gemaakt en deze rapport heb ik gestuurd bij de DC van Saramaka. En hij heeft nooit ons laten roepen om te kijken wat de situatie hier is. En dezelfde rapport heb ik bij de verschillende ministerie gegeven. Dit rapportage heb ik laten opmaken en wij met onze alle 13 RR-leden hebben het hier op akkoord getekend. Nog het gemeenschap. En dan heb ik dezelfde rapport naar de verschillende ministerie gestuurd. En dit rapport is gegaan bij de minister van ROGB, minister van Sport en Jeugdzaken, 2 ministers van Sport en Jeugdzaken, DC van Saramaka, VAL vakbond heb ik gegeven, van VHP Deo Sarman heb ik gegeven, van NDP mevrouw Naomi, alle RR-leden meneer Guptar, de VHP meneer Jogi en nog de bouwpolitie en de OS-school van Yarikaba. En nog het voorzitter van het VHP heb ik dit briefje gegeven. We hebben nooit een reactie gehoord van geen enkele ministerie en ook geen andere assembleeleden. Wij willen vragen, heel op het aandacht, dat het moet heel snel wat gedaan hier moet worden. Want deze gebouw kan elk moment instorten. Er gingen 2 zwervers hier wonen. Al die andere jongens zijn al weg, behalve deze meneer. Hij is hier komen wonen. Hij heeft huis en vrouw en kinderen, maar het huis van die man is daar achterop. Nu heeft die man geen huis en dan is deze meneer net als een zwerver geworden. Dan woont hij hier achterop. En dan willen wij vragen, wat kan dit met dit gebouw gebeuren? Dat DC heeft samen met ons hier op het school, OS Yarikaba, een hoorzitter hadden wij. En de toestand van de DC was dit. Wanneer was de hoorzitting? Vorig jaar. En de DC had afspraak gemaakt met de alle RR-leden, nog de BO, mogen wij geen enkele vragen stellen met de DC. Omdat hij zou geen enkele antwoord op die dag geven. En vanaf die dag is hij nooit meer hier op Yarikaba gekomen.
Misschien is hij s'avonds hier gereden, dat kan wel. Maar met een werkzaamheden is hij nooit hier gekomen. Dan vragen wij om dit gebouw op te ruimen en een mini voetbalveld hier te maken. Lief voor het kinderen, ook voor het gemeenschap van Jerikaba. Want in de middaguren, je hebt vrouwen die hier wonen in de buurt. Ze lopen langs de weg, net als gaan ze gimmen. En er is ook geen loopbaan. Dus het is een probleem voor die mensen. Misschien mensen auto komen aanrijden en doen, dat is het probleem. Op wie zijn verantwoordelijk gaat dit zijn? Dus daarom vraagde ik met de gemeenschap om mij te ondersteunen. Om dit perceel aan de handen van de kinderen nog het resort Jerikaba moet krijgen, deze perceel. Maar we kregen geen enkele antwoord van niemand. Welke school hebben we daar, meneer Lumsen? OS Jerikaba school. En u pleit dus voor hun? Ja. Voor hun is het dit. En er zijn 203 leerlingen exact op deze school. En die kinderen gingen hier achter de school lopen. En dan hebben die mensen die grote boom 4 weggehaald met een machine. En ze hebben daar precies in de goot gedumpt. En ze hebben pers. Er zijn ook muskieten daar. Er zijn ook andere soorten ziekten kunnen daar ook zijn. Ik heb geen enkele kinderen hier op school. Maar ik doe moeite van mijn buurtkinderen, want de kinderen zijn de toekomst van morgen ook, meneer Gannis. Dus daarom wilde ik u vragen, als u dit kan nog verder brengen, dan zou het beter zijn. Maar we hebben nooit en nooit en niemand heeft met ons reageerd met dit. Hoe lang heb je het aan Jakba? Nee, moet zo. Dus eerder ben ik gewoond, dan ben ik ook naar Zuurland. Nu heb ik iets van aanrijding, dat is Zuurland met Apo. Dan ben ik naar Apo gezien, dan ben ik tang hier en daar, dan ben ik pas hier, dan ben ik ook. Ik heb wel apprecieerd. Dus jij je Sribi? Ja. Eerder heb ik iets van een pijar in, dat is niet eerder. Nou, ik heb het bebroken. Nou, ik ben niet alasan niet. Nou, niet alasan puntatie. En in welke functie bent u hier? U bent ook buurtbewoner. En heeft u kind? Ik ben van Val. Ja, Sot Jerikaba. Oké. Ja. Rijschool Asha. Okay. Ja. En dus u pleit ook ervoor dat dit gebouw wordt afgebroken en dit wordt gemaakt tot een sportveld? Zeker. Ja, zeer zeker voor kinderen is heel belangrijk. Ja, heel belangrijk. Houd je maar. En ik word graag hoor, graag. Het is ook belangrijk voor kinderen. En hebben ze geen loopbaan hier, maar dan kunnen ze hier komen ook hier oefenen. Weet je? Dus dat zou ik wel zeggen. Wilde u wat nog toevoegen, meneer Lumsden? Meneer Gannis, ik wilde ook nog dit voegen. En ik hoorde ook via de mensen van BO dat de DC had een begroting laten maken voor een renovatie van deze gebouw. En deze gebouw is al helemaal klaar, laten we zo zeggen. En de DC wilde maken deze gebouw om te laten renoveren als een BO-kantoor. Dus dat kan niet. Het gemeenschap heeft het recht op deze stukje perceel. Omdat, waarom zeg ik dat? Toen de president Boutersen nog geen president was, dat was in 2010, waarvan hij had een massameeting gehouden op resort Jerikaba. En hij heeft gezegd dat in het vergadering was 7000 mensen. En daar had hij beloofd, indien als hij president wordt, dan gaat hij al die achterstand geld van de mensen van Zuurland zou hij betalen. En dag van het vandaag is deze meneer 2 termijnen al president. Tot en met vandaag heeft geen enkele Zuurlanders hun geld niet gehad. Dan is het gemeenschap wel akkoord om deze stukje perceel in de handen van de buurtmensen te kunnen krijgen. Nog van het school. En dan heeft de president ook hier komen logen dat hij zou dat geld betalen. Tot met vandaag hebben we geen enkel geld gehad. Het is werkelijk waar dat deze meneer was hier komen liegen. Ja toch? Dat tweede keer zit hij daar als een president. Hij zou dat eigenlijk niet moeten doen. Als hij een president is, dan is het een president. Hij beloofde de mensen van Zuurland, als hij zit, hij gaat betalen. Tot met vandaag, Zuurland is al verkocht in de handen van Fai is het nu. Niemand mag daar binnen gaan. Niemand mag een vogel daar gaan vingen. Niemand mag daar gaan vissen. Oké, dat mag niet. Dat is een bedrijf van hem. Hij wil niet, dat mogen we niet. Maar dat geld van de achterstandsgeld moest hij betalen, de president. Zo is het.
Vandaag is er in het Staatsoliegebouw presentaties gehouden over resultaten landelijk onderzoek naar geweld tegen kinderen in Suriname. Doctorandus Sabine de Vries heeft het gehad over resultaten kinderen in pre-detentie, opa Doelie, en in detentie. En dat is dan het jeugdopvoedgesticht. We voeren nu naar de presentatie van Sabine de Vries en cameraman Karen Sektu legde de volgende beelden vast. In totaal zijn er 111 kinderen gehoord. Het onderzoek begon groot. In die zin, de titel was Gezondheid, Bescherming en Veiligheid van Kinderen in Suriname. Later is de focus, of eigenlijk onderliggend was de focus op geweld tegen kinderen. Maar omdat dat in eerste instantie de titel was en het dus zo allesomvattend was, heb ik dus ook in de focusgroepsessies met de jongeren besproken de onderdelen gezondheid, bescherming en veiligheid. Ik heb enkele citaten over de situatie, hoe zij de fysieke omstandigheden beschrijven. In detentie. Hè? Dit is een jongen geeft aan dat over de ten aanzien van gezondheid. Als een wc bezet is, moet je het in de cel doen in een vuilniston. Over het eten. Drape wenyang, dagunyang. Ten aanzien van veiligheid en bescherming. Veiligheid, no de drape. Het is every man for himself. Ten aanzien van bescherming. A bescherming de, maar no de toms gegarandeerd, omdat het kan escaleren. Te bari de majukikba. Dit zijn enkele uitspraken van kinderen die dus betrokken waren bij het onderzoek. Daarnaast hebben we dus ook uitspraken, beschrijvingen over andere vormen van geweld. Dit gaat over de isolatie. Als de kinderen dus de regels hebben overtreden binnen detentie, dan krijgen ze straf, dus een straf binnen een straf. En dan worden ze soms opgesloten in een donkere cel. En het meisje beschrijft, je mag er niet uit, alleen om twee keer per dag te baden. Binnen mag je alleen je ondergoed aan hebben. Binnen zetten ze alleen een karton op de vloer. Maar die donkere cel, hè, het is niet goed. Er zijn zoveel vleermuizen daar, je kan ziekte krijgen. De eerste keer dat ik daar in de isolatiecel bleef, heeft een vleermuis me gebeten aan mijn teen. Het is vies daar. Hier zien we dus meerdere vormen van geweld, zowel psychisch als fysiek. Dan over seksueel geweld. Boegroes worden dagelijks bij elkaar geplaatst door de pupillen. Dit is ook door een dienstverlener bevestigd. Je wordt voor gekke redenen afgetakeld en soms gewoon om je te pesten. Er werd geslagen in detentie met een kwinie op de armen, de rug, de benen en ook werden er BR-koffers geslagen. Dit zijn kwalitatieve onderzoeksresultaten. Maar als we kijken naar het specifieke onderzoeksresultaten van het kwalitatieve gedeelte, maar als we kijken naar het algemeen beeld, want er is dus niet voor niets een kwalitatief en een kwantitatief deel. Uit de kwalitatieve onderzoeksresultaten hebben we dus eigenlijk een bevestiging wat al bleek uit de zelfrapportageformulieren, waarin dus eigenlijk gesloten vragen. En we hebben meer detailinformatie kunnen verzamelen. En verder is het dus ook nog zo dat taboe-onderwerpen die besproken zijn. Want als je dus in een groep en er is een ontspannen sfeer op een gegeven moment, dan gaan de kinderen eerder vertellen dan dat ze het aan zullen kruisen op het formulier. Dus beide methodieken hebben voor- en nadelen. En een combinatie daarvan, dat bekrachtigt elkaar. En natuurlijk zijn er ook nieuwe dingen aan de orde gekomen die eigenlijk niet opgenomen waren in het formulier. Dus dat was de meerwaarde van de focusgroepsessies en de diepte-interviews. Als we dan nu kijken naar de cijfers, want mensen willen vaak dan ook de cijfers natuurlijk, dan zullen we hier de resultaten, het is dan een samenvatting, want er zijn natuurlijk heel veel details, maar even een schets van de veiligheid, psychisch geweld, fysiek geweld en seksueel geweld. Als we kijken naar de veiligheid, ik wijs even weer erop dat de omvang, dus het aantal kinderen die het formulier hebben ingevuld, dat is 86. En dat is een 100% dekking. Dan
even hoor, want het is 76% heeft aangegeven dat ze een of andere ervaring hebben met fysiek geweld. En ook het gevoel van veiligheid, wat daarmee natuurlijk nou verbonden is, is dus 58% heeft aangegeven dat ze zich niet altijd veilig voelen. En zoals eerder aangegeven is, dat bijvoorbeeld de angst, de psychische gevolgen voor de kinderen, dus angst om uit de cel te komen, bang dat er gevochten zal worden. Want dit onderzoek gaat dus niet alleen om geweld tegen kinderen, maar ook tussen kinderen. En daar zal ik straks wat meer over vertellen. Opvallend is dus bijvoorbeeld het bezit van een wapen. Men zou denken, in detentie dan heb je geen toegang tot wapens, maar er is uitgelegd dat alles een wapen kan zijn, zelfs een steen die op de grond ligt. En het gaat er dus om van, alles kan een gevaar vormen, maar hoe kunnen we minimaliseren dat het gevaar wordt? En dan kom je dus bij het psychische, dat de persoon geen aanleiding moet vinden om te grijpen naar naar fysieke daad. Als we kijken naar psychisch geweld, dan als u met me meekijkt, de groene balk geeft aan hoe vaak het voorkomt. En daaronder wordt een onderscheid gemaakt wie was de dader. Was het een dienstverlener ten opzichte van een kind, dus een volwassene, tegen opzichte van een kind, of was het tussen kinderen onderling. Het schreeuwen en gillen komt heel vaak voor. Dus hebben 84% heeft aangegeven dat ze dat hebben ervaren. Waarvan het in 70% van de gevallen de dienstverleners waren. En even ter verduidelijking, onder dienstverleners vallen dus alle volwassenen die een dienst verlenen binnen het jeugddetentiesysteem. En dat zijn dus de penitentiaire ambtenaren, maar ook de administratieve, de medische voorzieningen, de juridische bijstand, alle dienstverleners vallen daaronder. En die resultaten zijn gegroepeerd en vanwege de anonimiteit, om de anonimiteit te waarborgen. Het is dus ook verder opvallend dat het uitschelden bijvoorbeeld en het beledigen komt bijna evenveel voor onderling dan door een volwassen. Als we dan kijken naar fysiek geweld, dan zien we dus het schoppen, klappen en door elkaar schudden. Door 58% van de kinderen is aangegeven. Waarbij in 78 gevallen door de dienstverlener, een van de dienstverleners. En verwondingen als straf. Dat ook voorkomt, dus niet de corrigerende tik, maar dat het echt verder gaat dan dat. En dan is het weer waar ik het over had, de wisselwerking tussen de kwalitatieve en de kwantitatieve gegevens, dat er ook is aangegeven door een dienstverlener, dat van slaan. En ik heb dit citaat uitgekozen omdat ik het wel typerend vond, omdat er eigenlijk ook een stukje visie daarin, en een reden daarin terugkomt. Deze persoon zei dus, sommige jongens hebben het in zich dat zolang je ze niet geslagen hebt, ze niet tot rust kunnen komen. Maar dat komt niet vaak voor. Driekwart van de jongens in het JOG zijn nooit geslagen. Dat wil zeggen dat er een kwart dus wel geslagen is. En als we kijken naar dat sommige jongens hebben het in zich, dus dat er niet tot ze doorgedrongen, dat je niet tot ze kan doordringen totdat je fysiek geweld gebruikt. Dat geeft dus aan dat er al bij de communicatie, dat er daar al dus een zorgpunt is. En als we dan verder kijken, dan een stukje seksueel geweld, dan zien we dat heel veel minder is gerapporteerd in de zelfrapportageformulieren. En dat is opvallend, omdat uit mijn onderzoek blijkt dat jongeren eerder iets erover zeggen dan dat ze echt een kruisje zetten bij bepaalde stellingen, zoals seksuele handelingen. En ook opvallend is dat tijdens de focusgroepsessies, niemand heeft het zelf meegemaakt, maar iedereen kent iemand die het heeft meegemaakt. Dus dat geeft aan dat het speelt wel degelijk, maar niemand kan echt concrete uitspraken doen, omdat het is nog heel erg in de taboesfeer.
De gevallen van seksuele handelingen zijn dus in verschillende gradaties. Want bijvoorbeeld het plaatsen van boegroes, daar worden dus geslachtsdelen aangeraakt. En ja, hoe loopt dat verder af? Als dat al als normaal wordt beschouwd, dan al die details, daar wordt niet over gesproken. Maar feit is wel dat er aandacht aan besteed moet worden. Los van de medische gevolgen, maar ook psychisch, wat voor effect dat allemaal heeft. Opvallend is ook dat van de kijken naar seksfilmpjes en seksvideo's, dat is dus ook onderling komt dat voor. En dan is het ook weer van ja, hoe komen die kinderen eraan binnen detentie? Dat vormt wel een aandachtspunt. Oké, dan hebben we het nu hebben we besproken met de kinderen van en de dienstverleners de oorzaken. Hoe komt het nou dat er geweld gebruikt wordt? Want we hebben het een paar keer al gehoord vanmorgen. Niemand heeft echt de intentie om een ander pijn te doen. En zelfs, de dienstverleners hebben hun hart ook op de juiste plek. Ze doen het vaak, kiezen ze met liefde voor die doelgroep van, ja, ze vinden het erg en ze willen graag dat de jongeren zich beter gaan gedragen. Maar om dat doel te bereiken, ja, hoe kom je daar? Welke methodiek pas je toe? En dan denk je van ja, oké, hoe komt het nou? Daar beginnen we. En als we dan kijken dat de mening van de dienstverleners, die hebben aangegeven dat de kinderen die onderling dus veel gewelddadig gedrag vertonen, dat vaak te maken heeft met de normen die golden in het milieu waar ze vandaan komen. Als het al uit een gewelddadig milieu komen waar het normaal is om een pak rammel te krijgen, dan is het inderdaad zo dat zolang je dat niet doet, dat ze denken het is nog oké. Dus dat schijnt dus een oorzaak te zijn. Verder hebben de dienstverleners aangegeven dat geweld van volwassenen naar kinderen toe vaak te maken heeft met de geschiktheid van de dienstverlener. Dat er is aangegeven dat niet een ieder dat geduld kan opbrengen om met kinderen te werken. Het is een aparte doelgroep. En dat men dus wel wat selectiever moet zijn van oké, wie zet men daar? En dan ook nog de scholing en de opleiding. Daar komen we straks op. Volgens de ex-gedetineerde kinderen, dus dit zijn de resultaten van de focusgroepsessies en de diepte-interviews. De kinderen gaven zelf aan dat het dus agressie is onderling, hoe dat komt. Omdat er niets te doen is. En ze vervelen zich. Dus dan gaan ze maar elkaar vervelen. En niet echt nuttige dingen doen. En daarnaast hebben ze ook aangegeven dat bijvoorbeeld de straf van op kamer zitten. Is eigenlijk van ga maar nadenken over wat je hebt gedaan. Dat het soms juist averechts werkt. Omdat ze eigenlijk zich nog meer tijd krijgen om na te denken over de frustratie en hun stress, hoe ze hun stress dan weer gaan uiten. En dus eigenlijk ook geen uitlaatklep en ook het gevoel dat ze zichzelf moeten beschermen omdat ze niet gehoord worden en omdat er ook te weinig dienstverleners zijn. Dus ze hebben aangegeven dat er, zoals het citaat ook zei, hè, als je roept om hulp dan is het vaak te laat omdat de dienstverleners er wel zijn, maar het eigenlijk een onderbezetting is. En nog de mening van de kinderen ten aanzien van geweld door volwassenen tegen kinderen. Dat ze ook zeggen van ze zijn met te weinig, dus het is veel voor ze, waardoor het stressvol wordt. Maar ook dat ze niet zo goed weten hoe te communiceren. Of in ieder geval dus niet via geweld te communiceren. Zoals ik eerder aangaf, zal ik ook de risicofactoren opnoemen. Maar eigenlijk zijn die nou verbonden met wat eerder gezegd is. Dat sowieso dat het geweld voorkomt, dat vormt een risico. Maar als we dus specificeren van wie dat dan doet en wat daarbij betrokken is. Dus sowieso dat we weten dat als we beleid of een plan van aanpak maken, dat we ook de dienstverleners erbij betrekken. En natuurlijk de leeftijdsgenoten, dus de kinderen onderling. En de zelfgemaakte wapens. En de medische zorg, dat die ook optimaal moet zijn. En zo hebben we ook risicofactoren geïdentificeerd. Ik was bij psychisch net, sorry. In eerste instantie dus de gevolgen van het schreeuwen, het pesten, het isoleren, het ervaren van een onveilig gevoel. En de onderbezetting, dat zijn allemaal dingen die tot psychische schade kunnen leiden.
en ik was even vooruit, dus dit had ik net al opgenoemd, dat voor lichamelijk letsel deze risicofactoren geïdentificeerd zijn. En bij seksueel geweld dus sowieso het plaatsen van boegroes. En sowieso, wat we eerder zagen, de blootstelling aan seksueel filmmateriaal, beeldmateriaal en andere zaken. Er zijn natuurlijk ook beschermende factoren, want het is niet allemaal slecht. En natuurlijk de intentie is er om de jongeren te beschermen en te resocialiseren. En de beschermende factoren zijn dus onder andere de psychologische begeleiding. Ik moet wel zeggen dat het altijd op aanvraag is en het afhankelijk is van de beschikbaarheid. En ik heb begrepen dat er op die afdeling ook zware onderbezetting is. Verder hebben de kinderen aangegeven dat ze altijd terecht kunnen bij de OSOPA, een soort huisvader die ze wel in bescherming neemt of die een beetje extra op ze let. Verder, een beschermende factor in het voortraject is de advocaat. Want het blijkt dus dat kinderen die een advocaat hebben die ze zelf betalen, dat die meer bescherming krijgen dan als er een pro deo advocaat wordt aangewezen. Verder, zijn de maatschappelijke werkers ook een beschermende factor, omdat zij ook zorgen dat de kinderen in contact komen met de ouders en dat ze de basisvoorzieningen allemaal toegereikt krijgen. Digitaal geld, cryptocurrency zoals Bitcoin en het beheerssysteem eromheen, blockchain, zijn de onderwerpen geweest op de samenkomst van de kenniskring dinsdagavond. Voor de drie handelaren in cryptocurrency die hun diensten in deze branche hebben gepresenteerd, is dit de toekomst van de financiële verkeer. Een van de handelaren, Gordon Stenhuis, independent marketing consultant One Life Cryptocurrency, die heeft er ook een presentatie gehouden. En wij van TBN Prime Alert brengen u delen van de presentatie van Gordon Stenhuis. Een bepaalde innovatie kan een hype triggeren. We hebben gezien Bitcoin is in 2008, is de white paper gepubliceerd in 2009, ik dacht februari. 2009 zijn de eerste bitcoins van mij. En ik zie dat als de trigger voor deze innovatie. Nou, alle emerging technologies en gaan door deze fase. Op een gegeven moment, geëxtrapoleerd op factor tijd, de tijdlijn die u hier zo ziet, en de expectation, de eikballen geeft de expectations van zeg maar de markt weer, kun je een bepaalde technologie eigenlijk kan je zeggen inflated expectations. En een bedrijf, of een in dit geval ga ik het houden op cryptocurrencies, een cryptocurrency die daarop winst en omzet wil maken, kan daar heel goed gebruik van maken. Vooral als je het hebt over geld verdienen. Iedereen wil geld verdienen, dus als je kunt traden op een hype, dan zijn er bedrijven die cryptocurrencies op de markt gooien. Er wordt een verwachting gecreëerd. De markt reageert op die verwachting en gaat daarin investeren. Maar die verwachting kan een eigenlijk ook een inflated expectation zijn. Een opgeblazen verwachting zijn. Nou, dat gaat met de meeste technologieën gaat dat zo, vooral wanneer die technologie nieuw is. Vervolgens komt er een fase waarin eigenlijk wat men noemt touch of disillusionment, dus die illusie van verschillende verwachtingen die misschien de markt heeft gekoesterd over een bepaalde technologie. Men komt weer met beide benen op de grond. Maar dat wil niet zeggen dat die technologie op zich slecht is. Want blockchain technologie, cryptocurrency is sowieso de toekomst. Maar de toepassing van die technologie, er gaat dan een overfactor tijd, komt er een fase waarin de technologie in feite de bruikbaarheid. De technologie gaat zijn bestaansrecht krijgen. Oké? Nou, ben je het met me eens dat een bedrijf
een bedrijfsmodel, een business model, die hiervan gebruik wil maken, hier geld wil maken, een iets andere businessstrategie heeft dan een bedrijf die hier zijn geld wil maken, wanneer die technologie toepasbaar wordt. Bent u het met mij eens? Dat die twee een verschillende strategie hebben. Eentje heeft meer een korttermijnstrategie en de andere een langtermijnstrategie. Nou, dat was eventjes mijn inleiding om mijn presentatie te doen. Even kijken, we beginnen met jullie van het begin. Mogelijk hebben we een korte connectie zodat we in jullie verder kunnen. Nou, toch even kort. Iets over mezelf. Ik ben 39 jaar jong. Van huis uit ben ik aviation engineer. Ik heb een paar jaar in Nederland gewerkt, gestudeerd. En daarna ben ik teruggekomen in Suriname. Ik heb naast mijn aviation engineering ook een master's in business administration gedaan. Helaas niet afgerond, maar ja, Mark Zuckerberg heeft zijn studie ook niet afgerond. Dus ik denk dat er nog hoop voor mij is in mijn journey naar financiële vrijheid. En misschien zal cryptocurrency daar een rol spelen. Maar goed. Als we even kijken naar, ik heb voor mezelf drie trends of drie fasen geïdentificeerd. 2009 of 2008, 2009. Toen het concept van cryptocurrency en blockchain technologie eigenlijk is ontwikkeld. Ik zeg dat 2014 voor mij een tweede periode is. 2014 is waar de massa begon te communiceren, eigenlijk te bekendheid begon te krijgen met cryptocurrency. Met massa bedoel ik, tussen 2009 en 2014 ben ik van mening dat meer de sophisticated investor, de miners, de IT jongens, die waren bekend en bewust over deze technologie. Ik denk dat vanaf 2014 een andere periode is aangebroken, waarbij de massa zich begon bezig te houden met cryptocurrency. 2017 zie ik als het jaar, en 2018, waarbij de massa zich echt gaat integreren met cryptocurrency. En we zien dat. In Suriname alleen zijn er al een aantal cryptocurrencies actief, met verschillende businessmodellen. Dus het wordt een hele spannende tijd. Ik heb ook drie doelgroepen geïdentificeerd. Nogmaals, dit is mijn analyse. En drie doelgroepen geïdentificeerd. De eerste groep is de groep die zich focust op de technologie. Mag ik een beetje water, alsjeblieft? Ik heb er maar op. Ja, de groep die zich focust op de technologie, de blockchain technologie en de verschillende toepassingen. Vervolgens heb ik een andere groep geïdentificeerd. In de korte tijd dat ik bezig ben met cryptocurrency, is inmiddels al 18 maanden of 19 maanden. Ik heb een groep geïdentificeerd die zich focust op de verhandelbaarheid van cryptocurrencies. Onze vorige spreker heeft een inzetting gegeven hoe je cryptocurrencies kan kopen en verkopen. Waarschijnlijk wordt er getraind op verschillende crypto trading platformen. Maar je kan zeggen, ik ben meer gecharmeerd, of wat mij meer heeft aangetrokken van cryptocurrency is de usability. Ik heb als derde groep geïdentificeerd een groep die zich focust op de usability. En als ik het heb over usability, dan denk ik aan digitale financiële diensten. Hier ziet u een overzicht, een onderzoek door McKinsey. Ook zo'n adviesbureau, wereldwijd adviesbureau. En deze afbeelding geeft aan het percentage van onbankables in de wereld. En u ziet dat, en dit is informatie van 2010, heb ik bewust gedaan, omdat intussen de cijfers van 2016 dacht ik aangeven dat voor een beetje wat dat, daar zit u 53% of de total global population onbanked. Intussen zegt de Wereldbank dat het aantal mensen die geen bankrekening hebben of toegang hebben tot financiële diensten via de bank ongeveer 2 miljard is. Ongeveer 40% van de wereldpopulatie. Okay? Wat ook leuk is om in acht te nemen, belangrijk eigenlijk, is dat
als je kijkt naar Amerika en het Westen, ontwikkelde Westen, West-Europa, kijk naar Nederland, die landen zijn grijs, geef aan dat het percentage van unbankables daar het laagst is. Daartegenover de landen, werelddelen, de continenten waar de kleur het donkerst is, is waar de percentage unbankables het hoogst is. Nou, er zijn verschillende cryptocurrencies, 1500 zoveel, dacht ik. Hoeveel? 1538 cryptocurrencies intussen, mensen. Toen ik 18 maanden geleden met OneCoin, de cryptocurrency die ik promoot, begon, waren er nog slechts 600, dacht ik. Dus het is zeker meer dan verdubbeld. Maar wat heeft een cryptocurrency nodig om bestaansrecht te krijgen? Denk terug aan de eerste grafiek die ik heb gewezen. En dan denk ik aan, in eerste instantie, als je een cryptocurrency wil worden, ik heb het niet over een iets dat je trade of something that you consider a commodity. Dat is een verschil daarin. Als je het hebt over een currency, dan praat je over een betaalmiddel die dagelijks tussen mensen wordt verhandeld om voor goederen en diensten te betalen. Ten eerste heb je om een currency bestaansrecht te geven, moet je gemeenschap hebben die erachter staat. De SRD is alleen tussen de Marowijnenrivier, de Corantijnrivier, het zuiden en Brazilië heeft de SRD bestaansrecht. Ga ik over de grens naar Frans-Guyana met de SRD, ook al heb ik honger, gaat geen enkele Chinees daarmee komen verkopen. Bent u dat mee eens? Oké. Een tweede punt dat een cryptocurrency nodig heeft om bestaansrecht te hebben op lange termijn, mensen, is usability en merchants. Merchants kun je zeggen winkels, en daaraan gekoppeld moet er een payment integration solution zijn. De betalingen moeten snel gaan, want u bent het met me eens. Als ik bij de McDonald's wil betalen met cryptocurrency in de toekomst en ik moet 3 kwartier wachten voordat die transactie is gedaan, dan gaat McDonald's geen winstgevend bedrijf blijven. Derde wat nodig is het moet wisselbaar zijn. Een currency moet inderdaad wisselbaar zijn met andere currencies, fiat currency, indien men in de toekomst nog fiat currency gaat willen. Het moet een sterke technologische karakteristiek hebben. Daarmee bedoel ik bijvoorbeeld high-speed transactiesnelheid voor massale transactievolumes. En het moet tegen lage kosten. Want als je als bedrijf, ik weet dat Walmart ergens in een van de Amerikaanse staten, is Walmart gestopt met het accepteren van Visa-kaart vanwege de transactiekosten. En de wettelijke naleving om te anticiperen op de komende wetgeving. Ik ben blij dat ik een aantal ik mag zeggen, waardigheidsbetreders hier zie. Mensen die ook binnen de Surinaamse gemeenschap zowel een maatschappelijke als politieke verantwoordelijkheid hebben. Want, ik zeg het, ik heb het altijd gezegd, cryptocurrency en de blockchain technologie. We moeten kijken naar de bedreigingen, maar we moeten ook kijken naar de mogelijkheden, naar de opportunities. Oké? Nou, wettelijke naleving om te anticiperen op KYC-procedures. Er is in 2015 is de 4e anti-money laundering directive uitgegeven binnen de EU. En de EU-landen hadden 2 jaar tijd om het te implementeren. Hebben ze intussen gedaan. En data privacy is ook enorm belangrijk. Het regio bijstandsteam Midden heeft de 42-jarige Lloyd L. en de 38-jarige Lani A. aangehouden. De mannen worden ervan verdacht onderdelen van zwaar materieel te hebben gestolen op goudvelden in het binnenland. Ze zijn intussen ingesloten. De benadeelden hebben aangifte van diefstal gedaan bij de politie van het resort Bronsweg. Het regiobijstandsteam Midden werd gevraagd om deze verdachten op te sporen. Dit meldt de politie Public Relations. Zaterdag zijn Lloyd L. en Lani A. gesignaleerd in een voertuig te Paramaribo. De verdachten zijn klemgereden en gelijk aangehouden. Na de aanhouding zijn de verdachten en het voertuig overgedragen aan de recherche van Regio Midden, die belast is met het verder onderzoek. In het voertuig zijn onderdelen van zwaar materieel in beslag genomen.
Moeder Padma Wati zou 17 jaar geleden haar derde zoon toestemming hebben gegeven om allernaast de ouderlijke woning ook zelf een woning op te zetten. De zoon heeft er 15 jaar in gewoond en 2 jaar geleden hebben moeder en zoon ruzie gehad. Dit is nu zelf zover dat er over en weer rechtszaken aanhangig worden gemaakt. De zoon heeft de woning welke hij 15 jaar geleden heeft opgezet laten taxeren en vindt dat de moeder hem 24.000 Amerikaanse dollars terug moet betalen en dat mag moeder Padmavati alles daar hebben. Moeder Padmavati sprak met TBN Prime Alert en om privacy reden heeft zij gevraagd om niet in beeld te komen. Wij voeren u naar dit vraaggesprek. Mevrouw Padmavati, kon probleem hier op Kenya? Mijn probleem was dat ik het niet heb. Mijn derde betwa mang is er. We hebben na de watrioke अपने तुईदे बेटवाक मांगतरीली देवे तो जबरजस्ती मांग के तो वहाँ बनाई घर वहीं में रहत रहा घर में रहत रहा 15 बरीस घर में रहा बोले तब वो हम लोग लड़कन बोली उसे कि तो के मामा देखभाल करे परी अब तू यहाँ रहिए तो तू मामा देखभाल करिए 15 बरीस कभी हमारे देखभाल हमारे दर्दा बेटवा हम के ना करी से कभी नहीं कुछ मफरा पद्मावती हेफ्ट 2 percelen en ze heeft aan de derde zoon de mogelijkheid geboden, omdat de zoon dat wilde, om een huis op dat perceel te bouwen. Mevrouw Padmavati zegt dat ze in feite het aan haar tweede zoon wilde geven, maar de derde zoon bleef aandringen dat hij daar wil bouwen. Toen heeft mevrouw Padmavati als moeder groen licht gegeven in afstemming met de andere kinderen, want mevrouw Padmavati, dat heeft ze in het vorige gesprek aangegeven. Ze heeft er 7 kinderen. En toen hebben de overige broers en zusters aan de derde broer gezegd: jij mag daar bouwen onder 1 voorwaarde, dat jij dan op moeder, op mevrouw Padmavati dus, zal letten. Dat ook haar bouwker is. Pandra Baris terug. हम कभी हमार देखभाल ना करी से वो मन रहत रहा हम ओके ना खदेली है ओकर औरत आयले काम पर से आयले हमार घर में या भीतर घुस के हमके दे कितना बात बोली हम कुछ ना बोली मैं सब मंगती तो के मार सकती वकीम ना मल्ली बात बोल के और हिया से जब जाए ओके जब जाए कि तय भाई जब माता भागे तब बोले कि हाँ बोले हम तो यहाँ रही बिना कर हम तो यहाँ चल जावे हम ओके कुछ ना बोली चल गए हमारे बेटवा काम पर रहा बरानटेर में काम करे काम पे रहा काम पर से हमारे बेटवा हम उतनी छुट्टी खोक गतिन घर में रहती रही हमारे घर क्लॉप करके हमसे बोली कौन सी तू लड़ ले हम बोली हम तो कुछ ना बोल ली कोई कि हमने जानी ला बोले हाँ बोले तू बोले लड़ ले तो वो तो ना रहा घर कुछ ना सुनी तक हम क्या ऐसे बोले तब बोले कितना बरीस रहे लोग घर में तो अंतर बगल में बाव करी सी घर कितना बरीस तर बेटवाओ घर में रहीस 15 Mevrouw Padmavati, ik stelde net de vraag hoeveel jaren de zoon in het huis heeft gewoond. En mevrouw Padmavati, de moeder, geeft aan 15 jaren, heeft de zoon gewoond in het huis. Maar moeder en schoondochter hebben een dag fikse ruzie gehad. En dat zag de zoon dan als reden om dan van hier weg te gaan. De zoon kwam van het werk, vroeg de moeder wat er is gebeurd met haar en zijn vrouw. En dat voor hem nu de reden is dat hij van hier zal vertrekken. O, hier ooit niet kreeg op jase? Nee, dat raha, dat... Arre, ik had 2 hapta, 3 hapta is er raha. Us ab dunu prani kaam ka ta, o larkan ham dekhat rahi liyo kar. Kabhi kuch na boi thi, baki maar betwa na 15 baris, kabhi emme ko sis na dis, kabhi maar sorgun karis boli se, ki ek baris maar sorgu karis, maar sorgu तन को न करी सो कभी ना हम अपन हाथ गोण हाथ से अपने कमाई ला खाई ला आज दिन तक लड़कन से ना मांगली कभी ना हमारा लड़कन झूठ ना बोल सके हम कोई कभी कुछ ना मांगली माँ अपन अपने कमाई ला अपन खाई ला अपन सब चीज़ अपने कही लड़कन के स्टेन भी कर दे ला अपन तब हम इतना बड़का घर बहुत मेहनत से बवा कर ली त्री अंदर तक यार हो गए हमारे भीम के छोड़ के भागल है सब लड़कन के हम बड़का कर ली छोटकुआ एक बड़का यही बगले के पतो हमरे छोटका बेटवा पतो के यहाँ से खदेरवाइस रहा दर्द बेटवा हमार
और उसको उतू में हम में बैठा के जबरदस्ती हो तो मैं ले जाए के बोले माँ चल बोल बोलो सबके यहाँ से खदेरे तो छोटका बेटवा हमारे कितना दिन हमसे दुई बरिस ना बतियात रहा हमसे मुख अपने आखिस ना देखे रही अपने बेटवा खातिन रोज रोवत रही बोलियो के ये जंग हैया दे देवे अरे दर दरे वैक में तुम्हारे बेटवा एक झांपड़ मारिस दौड़ल दौड़ गए बाप कौतू बाप चार घंटा हमारे बेटवा चाह तरह पोस्ट पर बैठे के बड़का बेटवा गए पूछे बड़का बेटवा भी धीरे भीतर करवा दी बंद हुई गए तब कौतू बोलिस कि चार रोज उस सब बंद रही चार रोज हमारे दुई बेटवा बन रहा बड़का बेटवा और वही जो बगले में रहता रहा बेटवा बन रहा हम बोली जब आप साफ करे तो हमें दर दे रहे कौतू बोले मफरा पैसा बार बात करे ना जाइए बोले चार रोज में तो खुल जाएगा तो ओकर बाप जब जब ये जगह बवा करी से तो ओकर बाप हमार बड़का बेटा अपने कान से सुन सा ओकर बाप ओके बोले हमारे बेटवा बोले जंघैया ले ले बोले अपने माई बोले जंघैया बोले काहे ले ले बोले काहे बोले कि छोड़ेगा इतना इतना थे हमारे साथ इन सब कोई करी सेगा तब वो हम संतोख करके अपन पढ़ल ले ली हम ओके ना निकली देख हूँ अब इतना बड़का बड़का ताला लटकल है हम गई अपने रखतर लगे अपने रखतर से लगा इस ताला हमारे बेटवा लगाई से और एक्टर से बोली हम ताला लगेली हम ताला न लगेली मेरे को ताला न लगेली हम ना खदेली भी हम भी ना खदेली कहियो ना बोली कि भाग जा यहाँ से निकल जा उस अपने घर बना ली इतना दिन ठिकाना ना रहा तो पंद्रह बरी समरे धरतिया पर रहा तो बनाए के आज जब कहूँ यूरू करके घर में रह के कैसे बनावत तो कभी ना बनाए पावत तो आज जे तू अपन बड़का देख फैल में बड़का घर बना ले ले ऊपर यूरू बा और नीचू अपने रहे और हमारे आत्मकात से बोली से कि हमारा आत्मकात हमसे अपने बोली भाई को आप तो दौंदा था एन एन मार के हम गए थे हमारा आत्मकात हमसे बोली से कि वो बोली से ओके जंगाना बा रहे हम बोली झूठ कहा बोले बोले इतना बड़का घर में रहेगा घर ऊपर यूरू हमें तो कुछ ना हमें तो कहाँ से कुछ ही समय तो कहूँ मिलबे ना करे हम तो अपन घर में रह ले दो चार गो तरकारी बोली है आज से ना सादा जब से आदमी छोड़ी बस की टांग सब टांग टांग के घूम घूम बेची ले 11 रोज अस्पताल में रह लिए एक दिन उलोंडा ना आए हमके बसुक करे तो हम कैसे बोलब कि एगो बढ़िया बेटवा बा हमारू सब लड़कन हमके आए बसुक करे वो कभी ना आए हमें ओपरासी भाई तो भी हम दरे दर दौड़ दौड़ अब्बे तय जाए अपन सब कुछ अपने हाथ से कही कभी ना अब बोली से हमारे आत्मकात से बोली से मफरा लिंगर से बोलो एक बरिस हमारे शुरू करी कभी जिंदगी में हमारे लड़कन एक को लड़कन ना इस भाई सब चीज़ में सब लड़कन जाने हमारे शुरू कोई ना करेगा हम अपने से अपन सब चीज़ करी ला Mevrouw Padmavati heeft het net gehad over de problemen en de ruzies binnen de familie en binnen haar kinderen. En dat dit ook politiezaak is geweest. Er is ook eens een moment geweest waarbij twee van haar zonen opgesloten zijn geworden als gevolg van de hele familieruzie hier om dat huis. En ze heeft net ook aangegeven dat de zoon, de derde zoon, wie hiernaast heeft gebouwd, aan heeft gegeven aan de advocaat van mevrouw Padmavati dat hij geen onderkomen heeft, terwijl moeder Padmavati aangeeft dat de zoon een huis op Neuten heeft, te Dijkveld, waar hij bovenste gedeelte verhuurd heeft en zelf beneden zijn intrek heeft. Dus dat is een leugen wat de zoon vertelt. Hij heeft wel een onderkomen. Daarnaast zou de zoon verteld hebben dat de moeder het huis op slot heeft gedaan, terwijl de moeder aangeeft dat de zoon grote sloten heeft geplaatst voor het huis en dat niet zij het huis op slot heeft gedaan. Igor, ken dat in zijn band, hè, mevrouw Padmavati? Igor, 16 se precies na bataye pap 16 se ki 15 se ban karke gaye le wo apne taala lagaye ban karke gaye le kon bari isme 16 में 2016 में 2016 में इसने गई ले हम परचीज ना बताए पाप कब गई ले इट हाउस इज वन ऑफ 2016 ऑफ स्लॉट कभी कोई ना आवे देखे अभी घर ना ना आवे देखे हमार बेटवा जब बन करके घर चल गए है तब फिर से आए के आवत रहा था आए के हमसे बोली बोले माँ बोले घरवा हम यूरू करबे तो हम उसे बोली जे तू घरवा यूरू करिए तो हम 500 तू चाहे जितना भी यूरू करिए हम ना जाए पूछे लड़का ना मार जाने हम ना कुछ हम ना बम्बू कर पूछे के तब उसे बोली मैं 500 दिए हर महीना और जब हम मर जाब जब हम ना रहबे तब उस जगहिया हमारे घरवा तोरे जो दरस वो के तो हम माँग तक करब अपने लड़कन के तब वहाँ हमारे कौन लड़कन के वो पैसा चाहिए मिले के तो वो तो डायरेक्ट बोझ बोले ना बोले मैं घर ना यूरू कर कोई कुछ ना पाएगा हमारा अकेले वो कर अकेले ना हो सके वो हम बहुत मर मर के वो जगह बनाए रही हम जाए कि कैसे उस जगह हम बनाए रही
अपने आदमी से कितना गाड़ी पावते सुने कौन ची घर में खर्चा ना देवत रहा कुछ ना देवत रहा। तब हम वो घर बहुत मेहनत से बनाए रह ली यहाँ नारात्रि शर्मक्का में घर रहा शर्मक्का घर में रह रहे के हफ्ता भर वहाँ से तब बहुत हौसल करके तो घर बनाए रह ली यहाँ जगह की नहीं रह ली। Mevrouw Padmavati geeft net aan dat zij met heel veel moeite het huis hier heeft gebouwd waarin zij nu woont. Met haar karige AOV heeft ze dit allemaal gebouwd. En dat de zoon in feite nu, en dat zijn dan de papieren van de advocaat welke wij hier onder ogen hebben. Daarin staat dat de zoon aangeeft dat men hij wilde overgaan tot verhuren van het huis. En dat dat de moeder toen heeft gezegd van nou, je mag het verhuren, zolang je me maar 500 SRD per maand ervoor geeft. Ter betwa advocaatlijk boleba, mevrouw Padmavati, al uyan likhal hai, ki tu ghar mangati yuru kare, una mata ghar yuru kare. Kabhi kaam na kalli, hamar sab ladkan se, aap puch sake, apne advokat se bhi bolli, bolli, hamam laik apne ladkan sab se puchwai de, ham kabhi na bolli, o hamar ghar na, ham kai yuru kare, itna chiz ham bolli, well, apne advokat se, ki jab 15 baris hamre dharti aap rata, tu apne gharwa ke paisa kuch, ta hamuk kuch de 15 baris ke, यूरू हमुक दे धरतिया के यूरू दे उतना खाली ओके ना भरावे तो ओमे से आधे आप पैसा चाहिए होवे के आधा हमरे धरती के कर आधा अपने जगह कर तब अब देखल जाएगा कौन सी होवेगा। द मदर सेगट सेई हैव्ड हर स्टुक पर्सेल एंड द सोन गेगीवन ऑम टू बाउन वारम मुड सेई द सोन नू ह्यूर गेल्ड हैबन बताल हर ओक वंट सेई हैव्ड एन स्टुक पर्सेल एन स्टुक लैंड ter beschikking gesteld aan hem, zodat hij erop heeft kunnen bouwen. Waarom moet hij alleen profiteren? Zij moet toch ook profiteren, want uiteindelijk is het haar perceel welke zij ter beschikking heeft gesteld aan de zoon om het huis te bouwen. Ja, likheba, mevrouw Padmavati, ja, taxa, torbetwa taxeerkereba, arboletoketje heeft $24,000, ik ga ook een kosten hebben, opa is dat ook een behaarde, dat toen je torst hebt gegeven, dan 400 op de koers aan uitja zijn. Dus die bedrag was 134.400 aan uitja zijn. Maar Amerikaans, door betwa bolle, taxeer kreba, $24,000 Amerikaanse dollar, toen ik heb haar, ik haar gehad, dat je sap door gegeven. Baki, oké, bij jij, hemme 15 badis ke, hemre dharti ke, juru harik. बधरती आप हमें वो घर दुई को छोटा छोटा घर बनाई थी मने तो हम यूरू करके घर वापन यूरू करके कितना मुझे अपन जीवन चला सकते थे। हमें ना नूदक रहा काम करे कुछ ना करे नूदक रहा वो चाहे मेरे बेटवा बरीकन करे के ऊँची जो ना बरीकन करे। अब जो कहूँ यूरू के घर में रहत तो वो कैसे बनावत कभी ना बनाए पावत। Mevrouw Padmavati blijft bij haar standpunt. Zij heeft een stuk perceel ter beschikking gesteld van de zoon. Waarom moet zij hem $24,000 Amerikaanse dollars betalen? TBN Prime Alert legde de case van moeder Padmavati en zoon voor aan advocaat meester Irene Lalji. En we vroegen haar wat er in een dergelijke case kan gebeuren. Wij voeren nu naar het vraaggesprek welke we hadden met advocaat Irene Lalji. Meester Irene Lalji, advocaat, mevrouw Padmavati, een moeder, die heeft vandaag een case aan ons voorgelegd waar ze aangeeft een eigendom perceel te hebben en 17 jaar geleden haar zoon toestemming te hebben gegeven om een woning allernaast het ouderlijke woning te bouwen. In de afgelopen jaren is er wat ruzie tussen zoon en moeder en schoondochter, als gevolg waarvan de zoon vandaar is vertrokken, maar nu zegt dat hij heeft laten taxeren en zegt de woning heeft hem waarde van $24,000 Amerikaanse dollars en de moeder moet dat geld terugbetalen aan hem. Dat is de case welke nu is voorgelegd aan de rechter. Kunt u ons vertellen hoe het gaat in een dergelijke case? Hoe zit dat allemaal in elkaar?
Oké, het is een zaak die bij de rechter ligt, dus uiteindelijk zal de rechter in zo'n geval beslissen. Als u zegt dat de titel van de grond is eigendom, dan zegt de wet bij eigendom, alles wat je bouwt op de grond van een ander, wordt middels natrekking, dus onderdeel van de grond. Als je dus op een perceel dat aan A toebehoort, als B een woning daarop zet en A heeft dus de eigendom van het perceel, dan zeggen we middels natrekking is A eigenaar van de woning ook geworden, want de woning is een geheel geworden met dat perceel. Dat is iets. Gaat het om een grondhuurperceel, dan is het een klein beetje anders, omdat bij een grondhuurperceel dan geldt de regel van natrekking niet. Daar praten we over de beterschap die je aanbrengt, een waardevermeerdering, in dit geval dus een woonhuis. U zegt dat, de moeder zegt dat er hier sprake is van een eigendomsperceel, dus gaan we ervan uit dat de regels van natrekking maken dat in feite de moeder dus eigenaresse is geworden van de woning ook. Ik hoor u zeggen, 17 jaren terug heeft zij aan haar zoon toestemming gegeven. We vertalen dat als toestemming gegeven, maar dan gaan wij, of tenminste de rechter zal dat juridisch gaan beoordelen. Wat is hier gebeurd? Zijn er hier afspraken gemaakt? Is er een bepaalde overeenkomst geweest dat je het gebruik en bewoning krijgt? Is er een afspraak geweest bijvoorbeeld, jij mag bouwen en jij hoeft geen huur te betalen. De huur wordt verrekend bijvoorbeeld met de waarde die je aanbrengt. Het zijn allemaal mogelijkheden die er zijn. En daar gaat de rechter dus over beslissen. Dit is geen zaak waar er simpel met een of ander stuk besproken zal worden. Er gaat veel bewezen moeten worden. Er zal veel uitgelegd moeten worden. Dus het is de rechter die uiteindelijk in zo'n case zal beslissen. Ja. Ik neem aan dat de rechter niet uitgaat of afgaat op mondelinge afspraken, welke 17 jaar terug zijn gemaakt tussen moeder en zoon. Mondelinge afspraken zijn ook overeenkomsten. Overeenkomsten kun je hebben mondeling, je kunt overeenkomsten hebben schriftelijk. Mondelinge overeenkomsten zijn natuurlijk een beetje lastiger om te bewijzen. Als je zaken schriftelijk hebt vastgelegd, dan is dat toch wel wat beter houvast. Daarom adviseer ik ook altijd, stel dingen op papier vast. Het papier is altijd geduldig. Maar betekent niet dat een mondelinge overeenkomst geen kracht heeft. Een mondelinge overeenkomst heeft ook kracht. De bewijskracht van een mondelinge overeenkomst zul je op een andere wijze moeten leveren. Door getuigen bijvoorbeeld. Door feitenomstandigheden en door getuigen. Daar zal je bij de mondelinge overeenkomst dus moeten bewijzen welke afspraken zijn gemaakt 17 jaren terug. Is het de afspraak gemaakt van jongen, jij mag bouwen en hier wonen, jij hoeft dan geen huur te betalen. En na zoveel jaren is dit mijn eigendom, want je hebt 17 jaar gewoond. Tel maar even op, als je 17 jaar ergens had moeten huren. Er zijn afspraken en dat zul je allemaal met getuigen moeten bewijzen. Ja. De moeder, advocaat Lalji, beroept zich ook erop dat zij de zoon gratis het perceel heeft gegeven om te bouwen. Had zij daar twee huizen gebouwd, kon ze dat allemaal verhuren. Maar dat is wat zij aangeeft. Zij zegt, waarom moet zij de zoon nu 24.000 betalen, terwijl ze de zoon gratis het perceel heeft gegeven om daar te bouwen. Ze zegt, hij moet haar nu voor de 15 jaren dat hij een opstal daar heeft gezet, een woning daar heeft neergezet en gebruik heeft gemaakt van haar perceel, dan moet zij ook iets krijgen. Is dat juridisch onderlegd? Kan dat? Het hangt er allemaal weer vanaf welke afspraken er gemaakt zijn. Als ik zo even naar het feitelijke kijk, zonder een oordeel over de zaak te geven. Dit is gewoon, ik kijk als advocaat even naar de feiten en ik probeer op grond daarvan een conclusie te trekken. De rechter kan natuurlijk tot een andere conclusie komen. Het feit dat de moeder een deel van het perceel aan de zoon heeft gegeven, dan zeg ik, zij heeft hem afgestaan ter gebruik en bewoning. Daar zijn rechten uit ontstaan. En gebruik en bewoning, dat is meestal gratis en voor niets. Maar als er bijvoorbeeld de afspraak is gemaakt, 17 jaren terug, van
jij mag hier wat opzetten, maar je gaat mij zoveel voor de grond en huur betalen, dan is dat weer een ander verhaal. Het gaat er allemaal nu op neerkomen, wat is er allemaal afgesproken 17 jaren terug? En wat is er al de jaren gebeurd? Is er een moment geweest bijvoorbeeld dat de zoon begonnen is met een bedragje aan de moeder te betalen? Zijn er misschien afspraken gemaakt van jongen, je krijgt daar gebruik en bewoning, in ruil daarvoor heb je de zorg en de onderhoud van mij? Gaat allemaal op afspraken neerkomen die gemaakt zijn. Ja, u heeft het net heel mooi aangehaald. Ik heb begrepen, de moeder in de case welke we nu, waarover we het nu hebben, heeft 7 kinderen. Dus de 6 anderen hebben allemaal ingestemd dat hij daar mag bouwen onder de voorwaarden dat hij dan, want het gaat om een bejaarde mevrouw, dat hij dan voor de moeder moet zorgen. Ja. De moeder zegt, dat laatste is altijd uitgebleven. Dat heeft hij niet gedaan. Ja. Dus dat zijn dan de zaken die de rechter ook in aanmerking zal nemen. Want dan is er 17 jaar terug een overeenkomst geweest waarbij de voorwaarde was, de zorg voor de moeder. En als die voorwaarde niet is nageleefd, dan zeggen wij, er is hier sprake van een ontbindende voorwaarde. Als je dat niet hebt gedaan, is de overeenkomst niet meer geldig. Op die manier kunnen zaken bekeken worden. Maar een andere manier van kijken is ook, van je hebt me 17 jaar lang daar het recht gegeven om te blijven. Heb je nu het recht om schadeloosstelling te gaan vragen? Dat zijn allemaal vragen die in de rechtszaak naar voren zullen komen. Het is een civiele zaak met een heleboel haken en ogen. En ik denk dat de rechter heel veel werk heeft aan deze case. Ja. De zoon, zoals de moeder dat aangeeft, heeft een sleutel te plaatsen aan het huis. Want, zegt hij, dat de moeder over wilde gaan tot het verhuren van dat huis. De zoon heeft gebouwd. Zou de moeder dat zo kunnen doen? Ik weet u, woonde de zoon ook erin? Nee, intussen is hij al uit het huis. Intussen is hij al uit het huis, maar hij heeft daar gebouwd en heeft gewoond in de woning. En dan hebben we een ander aspect hier, en dat is het woonrecht. Als iemand het recht heeft om in een huis te wonen, dan wel in een huis heeft gewoond, dan zou je niet zomaar kunnen zeggen, en vandaag ga ik andere sloten plaatsen en het verhuren aan de ander. Dat kan dus ook weer niet. Dat is tegen het recht. Want de zoon heeft als het ware het gebruik van de woning. En dan kun je niet op een goede dag op grond van een ruzie zeggen, en nu ga ik het aan iemand anders verhuren. Zo werkt dat niet. Je zou in principe een vonnis van de rechter moeten hebben om te zeggen, ik wil een ontruiming van mijn zoon uit de woning. En als u een vonnis hebt dat u de woning mag ontruimen en u hebt vrije beschikking dan over de woning, dan zou u mogen zeggen, en nu ga ik het verhuren. Maar zoals de situatie er zo uitziet, zoon heeft de woning gebouwd, zoon heeft daarin gewoond, dan zou je als moeder niet kunnen zeggen, nee, ik ga nu andere sleutels plaatsen en ik ga het voor iemand anders verhuren. Zo zal dat niet gaan zonder toestemming van de zoon. Want op een bepaald moment, als je het feitelijk beziet, heeft hij ook wel rechten daar zo. Ja. Krijgt u wel eens vaker dergelijke zaken, te maken met dergelijke civiele zaken? Ja, ik heb een aantal van deze cases gehad. Op een gegeven moment zijn in sommige van die gevallen partijen tot de overeenstemming gekomen. Niet vergeten dat het vaak familiebanden zijn die soms op een bepaald moment door feitige omstandigheden zo ver uit elkaar komen. Maar na gelang er een rechtszaak loopt, zulke gevallen gelast de rechter ook comparities. Comparitie is dat de rechter met partijen zelf wil praten. En dan maken we ook vaak mee dat partijen tot een vergelijk weer komen. Familieleden verzoenen zich en dan zie je dat zaken zich oplossen. Dat krijgen we ook wel. Ik heb ook wel 1 geval gehad waarbij de persoon ontruimd is uit de woning en die persoon is nu bezig met de zaak voor een schadeloosstelling. Hoe dat afloopt is natuurlijk een ander verhaal, want je kunt een vordering indienen met een bepaald bedrag, maar u begrijpt, de waarde gaat ook betwist worden. En moeder in dit geval kan ook zeggen, neem maar mee wat je mee wilt nemen. Als jij vindt dat je hebt gebouwd, neem maar mee, ik wil jou niet vergoeden. Maar ja, we weten ook, huizen worden op verschillende manieren gebouwd. Je kunt een huis, wat wij noemen, aard- en nagelvast aan het perceel opzetten. Met aard- en nagelvast bedoelen we, je hebt funderingen gestort, je hebt een woonhuis daar van steen opgezet. Maar we hebben ook gevallen waar er
iets wordt opgezet dat makkelijk verplaatsbaar is. In zulke gevallen lost een case zich makkelijker op. Dat men zegt van, neem maar mee wat jij daar hebt opgezet. En dan wordt zo'n houten woning afgebroken en verplaatst. Dus het hangt allemaal van de zaak af. Het zijn natuurlijk lange civiele zaken. Je moet er een lange adem voor hebben. Wat adviseert u dan betrokken families in deze case? Gelet op het feit dat het families zijn, zeg ik altijd, probeer toch wel even zaken onderling te bespreken. Als we horen moeder en zoon, dan zeg je, probeer eerst de ruimte voor een bemiddeling te krijgen. Als beide partijen een advocaat hebben, is dat altijd verstandig dat advocaten toch even kijken van in hoeverre kunnen mensen elkaar tegemoet komen. En als dat niet kan, dan zal uiteraard de gang naar de rechter bewandeld moeten worden. Gelet op het feit dat het zulke complexe zaken zijn, adviseer ik altijd, neemt u een advocaat. Want dan weet u dat u een betere juridische bijstand hebt. Ik ga ervan uit in zulke gevallen dat de zoon zal zeggen, ik ga een beslaglegging doen op het perceel, want ik wil mijn waarde eruit hebben. En ik denk dat moeder ook goed verweer zal voeren en zeggen van, die afspraken hadden we nooit, dan wel deze waarde heb jij niet opgezet. Ik ben ook wel benieuwd naar de uitslag van deze zaak. Het zal wel een hele tijdje duren. Ja. Maar... Ravi Lakshmi Singh moet 3 april vertrekken als directeur van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, de SLM. Dat is hem schriftelijk medegedeeld door de aandeelhouder van het bedrijf, de staat Suriname. In feite wordt Lakshmi Singh per direct ontslagen, maar is een constructie bedacht om op basis van een bestaand contract dat tot 3 april loopt met hem te breken. Dit contract zou in januari zijn vervangen door een brief van de chef-staf van het kabinet van de president, Peggy Bilkerdijk-Bouterse, waarin was vastgelegd dat Lakshmi Singh in ieder geval tot juni zou aanblijven. Het ontslag van Lakshmi Singh heeft alles te maken met de onthullingen in de afgelopen periode in de ware tijd over wantoestanden bij de SLM en het in gevaar brengen van de vliegveiligheid. Zelf had Lakshmi Singh tot 2020 directeur willen blijven van de SLM, wat hij enkele dagen geleden zelf publiekelijk heeft bevestigd. Dit was TBN Prime Alert van woensdag 7 maart 2018. Heeft u nieuws, dan kunt u bellen, sms'en en of appen op het telefoonnummer 874-93. Nogmaals, 874-93. E-mailen kan naar tbnprimealert@gmail.com. Bedankt voor het willen kijken en graag tot morgen.